Deze Linda-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Centerparks. Ik ben Isa Hoes. Ik ben Mark Marie Huybrecht. Welkom bij Mark Marie en Isa Check-out. En dat doen we vandaag met Vogelspotten. Nou, welkom. Welkom met de spin-off. Um, Mark, Marie en Isa checken uit. Leuk. Ja, vier afleveringen lang. Ja. Checken we uit, uit ons dagelijks leven. En checken we in bij onszelf. Precies. En dat is best fijn in ons drukke leven, af en toe. Speciaal voor, um, voor Centerparks Parks en L L Linda mee. Ja. Um, gaan we uit de studio en zijn we bij Center Parks naar binnen gegaan. Ja, echt even een break ja, wat... in de natuur. Gaan we Samen tot rust komen. Maar daar zitten we nu. We ja. zitten nu, dus voor de mensen die alleen het luisteren zijn, zitten we nu in een, een, een Centraal ja. aan het water. Heel mooi. Het wordt langzaam donker, wat heel mooi is. Ja. Je ziet zo het water, je ziet wat de eentjes, wat, eendjes, wat uh, meer koeten. Koete? Ja, zou ik ja, denken. Ik ja. denk ook. Zeg je goed hoor. Zwanen. Het is, uh, is super gezellig ook. Ja. Heel fijn ja. sfeertje. Elke aflevering um, hebben we een ander thema. En, eh, of een activiteit om mee uit te checken. En deze keer is dat vogelspotten. vogelspotten. Nou, nou, dat ja. is toch leuk? Echt waar? <laughs> goed tegelijk. Vogelspotten ja. kunnen wij gewoon. Oh ja, en we geven geen sterren. Hè? Nee. we doen het ditmaal met de gong. De gong. Hele mooie gong. Ja. ja. En dan hebben we natuurlijk in de Linda hebben we altijd uh, rubriek cijfers en zo. Dus daar kunnen we even mee beginnen. Oh, precies. Ja. En um, dat doen we dan hier ook. En um, nou, de eerste vind ik heel grappig. Uit onderzoek blijkt dat vogelspotten je net zo gelukkig maakt als een loonsverhoging. Die had ik niet aan de zien komen. Nee, die Jij ook niet. Dat is al een beetje een bus van links, want ja. uh, uh, dus mensen. Dat lijkt me voor werkgevers best een hele goede. Van hier is een verrekijker. K cadeau. Je gaat een beetje achteruit in het laars. Maar, maar let op, Drie keer raden wat je even gaat doen. Oh, Vogelspot oh, nee, maar dan ze dan Prima. prima. Oké. Okay. Ja, ik vond het heel wonderlijk. Ik zou ja. er wat meer over willen weten. Maar dit is de enige tekst die ik er even over heb. Ja, maar het is fijn. Nederland heeft meer dan 300 vogelsoorten. De bekendste zijn. Mus, zou ik denken. De Mus. Duif. Ja, dan moet je iets oh, oh iets, duimpjes eigenlijk. oh Sorry. Oh, je hebt daar <laughs> gewoon de antwoorden. Zie je, ik zie hem nu Oh staan. ja, maar dat is natuurlijk nee, helemaal je niet... Nee, ik begon met de mus ja, uit nee, maar ja, ja, maar die stond er ook, dus dat, dat heeft je ook ja, gezien. Oh ja, huismus. Ja, ja, en, ja de sorry. en de merel. En de merel, achter de Ik merel. ben dol op de merel. Het geluid van de merel oh, is heel, we heel mooi. Hebben, we hebben merel in, 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 in de Zeker tuin. in Tilburg in de tuin. Ja, in ja. de ja. tuin we hebben ze een nestje en dat is... Ja, dat is super fijn. Ja. Tegen de avond als ze dan gaan zingen, ja, ik, ik ben dol op de meren. Kwetteren. Nee, ze zingen. Oh, sorry. Nee, ze, meer als kwetteren. Nee? Nee. Oh. Nee, die is een belediging als ik ja, dat dat zeg Ja, dat zou, ja. Dat, is, als, dat uh, is alsof je zou zeggen dat wij kletsen. Nee, ja. <laughs> nou, dat zou ik echt heel <laughs> erg vinden als iemand dat zegt. <laughs> ja. um, actrice Cameron Diaz is een echte vogelspotter. Weet je dat? Oh. Ja, en ook Paul McCartney vindt het heel leuk om dat te doen. Grappig, ja. Hè? Vind ik ook een grappig uh, je De Linda-lezeressen. Daar doen ze altijd kleine ja. onderzoekjes onder en zo. Die werden dagelijks onderzocht. En uh, 53% van de Linda-lezeressen zoekt het liefst de natuur op als ze sociaal overbelast zijn. Ja, snap ik. Ja, zeker. Maar daar moet je sowieso altijd voor opletten om het sociaal overbelast te zijn. Ik, ik heb ook vaak, ik ken mensen, of in ieder geval, die doen het zichzelf aan. Ja, de, dat, dat zal. Ja. Dat zijn van die mensen die ik. Laatst pak ik iemand die zei: Ja, ik geef me altijd voor alles op op school. Oh ja. En dan, en dan nog workshops. En ik heb het zo druk. Ik denk, ja, lieverd, dan is het misschien handig. Prioriteit. Om, ja, en om ook met een professional te gaan praten. <laughs> want dit is gewoon wel. niet gezond. Nee. Maar goed, als je dat dan doet, dan, dan, dan helpt de natuur daar om dat uh, in ieder geval een beetje op te heffen. 24% gaat het liefst de natuur in na een lange werkweek. Dat kan ik me ook nog iets meer voorstellen. Ja. Nou ja, het grappige is, ik denk bij alles ik ook. Maar het doen is een, is een tweede. En dat vind ik soms lastig. Ja. Want als ik het doe, vind ik het fantastisch. En vind ik het heerlijk. En meteen super ontspannen. En dan denk ik, ook oh, ik moet dit vaker doen. Moet dit eigenlijk ieder weekend doen? of je zo dag? Met jezelf? Ja, een beetje zo naar stemmetje ook naar mezelf. Nee. Ik zou dit eerder moeten doen. Een moet beetje ook afkrakend. In plaats ja, van dat key, ik geniet. Ja, want ja. je kan ook gewoon genieten van dat je daar bent. Ja, maar nu moeten we ook onszelf niet voor de gek houden. Het zijn natuurlijk mensen die gewoon de keuken uitlopen, het tuintje uitlopen oh. en ze zijn in de natuur. Nou. Kijk, En er zijn mensen die er net iets langer over doen. Zeker. Dus dat is natuurlijk ook. Je moet ja. ook een beetje nou ja, geluk hebben je dat. dat je, Daar kies je voor, of niet? Ja, oh, dat is ook altijd moeilijk, deels. natuurlijk. Want zitten nee, nu mensen zeggen... voor de radio die denken, kiezen, kiezen. Nee. Ik ben al blij, dat snap je. Dus, ja. um, maar het is wel fijn als je een beetje natuur in de buurt, in de buurt hebt. De buurt hebt. Maar dat kan ook een heel mooi park zijn. Ja, zeker. En het kan ook een heel lelijk park zijn. Maar dat is, nou, <laughs> nee, nee, maar ik bedoel, dat is bij vogel, bijvoorbeeld vogelspotten kan het ook een lelijk park zijn. Maar als je dan als je omhoog kijkt en in bomen kijkt, dan is elk park mooi. Snap je? Als ze dan, kijk, als je een park hebt met allemaal poep op de grond... Zo, en overal, overal ah, liggen junkies en zo... dat is heel vervelend. Maar als je dan met ja. je verrekijker... door er net overheen kijkt... Ja. zo net naar boven... Dat is het voor de van verrekijker. Verre Gewoon niet onder een bepaalde rand. Niet brand. kijken waar huh? je bent, je omhoog. moet verder kijken. Ja. Dat oh, snap je? Dat is dat dat, en dat is op veel lagen heel belangrijk. Ja. Dus op heel veel lagen kunnen mensen hier... Ik zie ook veel vingers <laughs> voor de mensen die het alleen horen. Dan bedoel, bedoel je altijd hoe belangrijk dit is wat je zegt. Kun, nou, omdat ik zelf ineens realiseert, terwijl ja. ik het zeg, dat ik denk eigenlijk iedereen in zijn leven een verrekijker moet hebben. Dat je niet kijkt waar je bent, want dat hoeft niet altijd heel fijn te zijn, maar een dat een je verder, verder kan krijgt. kijken. Ja. Mooi Jee, hoor. vallen nu een aantal mensen van een aantal stoelen af, denk <laughs> ja, ik. zo <laughs> ja. plat achteraf. Pas op. Gaat het wow. weer? Ik zie bloed. Nee. Een um, aha-moment. Nee. mooi. Uh, vogelspotten. Vogelspotten. Ik moet eerlijk zeggen... Zeg jij het eens eerlijk. Ik snap heel goed... Ja? Wat mensen aantrekkelijk vinden aan vogelspotten. Oh, leg me dat eens uit. Dat vind ik leuk om te horen. Nou ja, dat je in de stilte, in de natuur, uh, op zoek gaat en rondkijkt en verrast bent door wat je ziet. Dat lijkt me heel fijn. Ik doe het niet. Ik ben geen vogels Nee, Ik ben nee. geen vogelspotter. Nee. Nee. Ik heb ook altijd het idee dat je om vier uur s'nachts op moet om vogels te spotten. Maar ja, goed, die vogels zijn natuurlijk heel de dag er. Maar die, nou, die zijn trouwens niet heel de dag er. Want die zijn ook... op ook periodes dat ze gewoon in, in het holletje blijven. Maar uh, nee, die hebben geen holletje. En trouwens, sommige hebben een netje. Nee, die zijn wel met een holletje. Want de specht heeft een holletje. Oh ja? ja zeker. Ja, ik neem het ja. aan. Ik weet het niet. Nou, die doet zo pikken tegen dingen om een holletje te maken. Die ah, zit niet ja, voor tuurlijk. zijn plezier ja, ja. dus om het een om beetje hoofdpijn dat te de... krijgen. Die zit gewoon om... Een om... netje te maken. Oh, nee... Op. Dat doen ze volgens mij ook, dat de torren naar buiten komen. Oh, Toch? Ze doen zo tegen de boom van... En dan Hallo? denken die toren: jezus, en dan komen ze naar buiten... en dan eten ze op. Zoiets eh, oh, zie ja, ik ze ja, ook doen. Ja. Maar goed, dat, dat, ik ben je geen... er niet op vast, specialist op dat gebied. Ik, ik weet nog over vogelspotters gesproken. Dat, um, uh, wij woonden in Zevenhoven en toen kregen we nieuwe buren. En toen zeiden ze ook allebei, wij zijn vogelaars. Oh, oh ja, ja, vogelaars. Vogelaars. Uh, en uh, ze kwamen uit Brabant. En, um, en toen, ik weet nog dat ik, want wij mochten niks doen aan een bepaalde kant van de tuin. Want ze gingen alles vol bouwen. Dus helemaal met hout, uh, schuttingen maken. Zodat de vogeltjes er veel meer naartoe oh, kwamen. Oh, dat wilden ze. Ja. Dus uh, of wij dan dat alsjeblieft dicht wilden laten, niet wilden snoeien. Want dat was heel belangrijk. Vonden ik zij. Vind vond het ik heel grappig. Wat, fijn, wat ik heel goed vind in Amsterdam, geloof ik, is dat de eerste. Nou, <laughs> dat is uh, de eerste, <laughs> dat is de eerste, eerste stad volgens mij in Nederland die uh, adviseert of, of vraagt in ieder geval aan katten, uh, katten uh, mensen, uh, ja, om altijd een belletje om te hebben. Oh ja, ja. Oh, dat heb ik nog helemaal niet gehoord. Ja, toen net in de krant iets oh, uh, voor vogels ja, oh, wat Want heel veel mensen denken, ah, oh, laten de kat lekker buiten. Het is de natuur. Ja, dan hoeven we ook geen kattenbak, dat is lekker makkelijk, ja. Dus ze doen het maar met de buren. En, uh, dan, uh, en, en die zitten achter die vogels aan. En ik, ik, ik heb daar, ik, ik heb, kijk, het vervelende ik heb, nou, het ik heb niet heel grote sympathie voor vogels. Ik, 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 ik ben een beetje, een beetje bang voor vogels. Oh, ja, ik, oh, ja, ik ben ja. een beetje bang voor vogels. Maar een vogel door een verrekijker vind ik wel leuk. Ja. Als ze maar niet kijk, als ik met de verrekijker zo kijk en die vogel kijkt en die kijk zo, verrekijker, die verrekijker, <laughs> komt er mijn richting op. ik. hoef ze niet, vast te houden. Ze okay. hoeven niet dichtbij nee. te komen. Maar ik vind het wel leuk een afstand. Dus ik, 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 ik heb geen verbinding vervolgd, maar ik heb wel dat ik denk. Ik vind het erg dat die katten, die... Ja, dat is net als, 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 als met honden, met schapen en zo, en honden met herten en zo. Ja, ja, dat, dat vind ik allemaal maken. zo. Ja, niks, denk, denk je je ik. Dan. let ja. nou toch op je huis, jij ja, bouwt het huis, die? Ja. En dat is bij vogels hebben daar heel veel last van. Dat wist ik helemaal niet zo hoor. Wat nee, goed. nee dat wist ik echt niet. Wat... Oh ja, ik ga de hele tijd terug naar Zevenhoven. Maar daar hebben ze dus een heel gebied, het dus noorden heet dat daar, hebben ze de Groene Jonker gemaakt. Een heel natuurgebied, mm -hmm. waar dus heel veel vogels nu komen. Ja, oh. Dat vind ik ook wel heel mooi dat ze dat in Nederland doen. Dus echt parken, of uh, uh, groen of water aanleggen, of alles eigenlijk om die vogels te laten komen. Ja. En, het is, en dat is, is zo'n mooi gebied. Ook. Want het werkt toch in een, in een park werkt het zo. En dan ben ik eigenlijk bij onze zankertante, Centerparks. Center Park. Nou, ja. De naam zegt het al. Dat brengt mensen bij elkaar. Ja. Midden in de natuur, en samen met elkaar de natuur ontdekken. Ja. Je ziet het ook gewoon, als je rondloopt, zie je mensen samen uh, 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 lopen... en samen zijn in die huisjes en zo. En um, ze zijn nu, uh, heel veel parken zijn uh, vernieuwd. Ja. En er zijn zelfs helemaal nieuwe parken, die ja. zijn net geopend. En dat is alles uh, ja. Ja, nieuw. En daarbij hebben ze ook allerlei nieuwe activiteiten weer uh, ja. ontwikkeld. Uh, bijvoorbeeld een natuurwandeling onder leiding van een, uh, een ranger... En uh, uh, broodbakken hebben ze ook. Ja, want ze doen vaak dingen met de regio ja, ook. Heel erg regio bepaald. Ja, en elke, elke aflevering uh, lichten we eigenlijk een park uit. En dat is deze keer Terhuls Resort in België. En um, dat zijn wij nu ook. Ja, is, ja, wat we net vertelden. Hoe mooi ja. is het hier? En dat is een nieuw park met vrijstaande cottages ja. aan het water. En um, ze hebben een heel goed restaurant ook. Nou, we hebben we gegeten. was hartstikke lekker. Met prachtig uitzicht uh, uh, over het meer. Ja, en ook de omgeving biedt heel veel mogelijkheden. Want uh, je zit in de buurt van Maastricht. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Uh, er ligt naast het park een, een heel prachtig wellnesscentrum, En je kan bijvoorbeeld ook nog lekker shoppen bij Maasmegelen Village. Oh, dat is hier vlak in de buurt? Ja, dat is ook vlakbij. Dus je hebt hier eigenlijk heel veel. Niet ja. alleen de rust, maar kan je ook nog een beetje de rugging opzoeken. Ja. Leuk hè? Leuk. De gils. En uh, naast dit park ligt een nationaal park Hoogkempen. En dat is echt perfect om vogels te spotten. Ja. En ik heb tips voor uh, uh, vogelspotters. Oh, nou vertel. Leuk. Ja. Tip meen. voor vogelspotters: um, wat, wat je nodig hebt is allemaal van de vogelbescherming. Je hebt mij dit uh, ingefluisterd, ja. een verrekijker natuurlijk. Ja eten en uh, drinken meenemen en een vogel-app. Er zijn vogel-apps en dat is heel leuk... want dan kan je gewoon uh, intoetsen van... ik zie een uh, klein zwart bolletje met uh, twee ogen wat en een, een, een rode stip... en dan, en dan, en dan, en dan weet die app uh, wat het is. En je hoeft... Kijk, dat is ook zo leuk voor vogelspotten. Dat hoeft niet per se in een bos... Je kan overal spotten. want ja. mensen denken allemaal van nou ja, dan moet ik groene kleren aan, dan moet ik en dan moet ik zorg om vier uur inderdaad, maar dat is gewoon helemaal niet. Je kan eigenlijk op elk moment, elke dag, kan je even denken, de rust vinden. Eigenlijk precies uh, waar wij het vaak over hebben, weet je, wat ze, mm -hmm. dat, dat uitchecken. Dat kan heel goed me, met spotten. omdat je elk moment dat kan doen. En zelfs in een drukke omgeving, ook in de stad, zijn allemaal zijn vogeltjes, te zien. En op het moment dat jij jezelf daarop concentreert, valt alle alle geweld en alle gedoe valt ook een beetje weg. Dat is heel mooi eigenlijk, ja. aan het vogelspotten. En um, dus uh, op parken, kerkhoven zegt de vogelbescherming. Oh, ja, ja. Oh, natuurlijk. Kerkhoven, is dus lekker rustig. En, ja. uh, en marktpleinen, en um, ja, marktpleinen denk ik, ja, dan, ja, ja, dat kan vanuit de auto eigenlijk. <laughs> dus dan, nee, uh, nee. maar, maar en, en, en je kan van je tuin dus een vogeltuin maken. En dan kan je bij de Vogelbescherming even kijken. En Dan hebben ze allemaal tips. Leuk, hoe je, wat ik, voor struiken natuurlijk, op besjes. Ja. om ze te lokken. Ja, ja, ja. ja. En ga ook eens kijken bij vogelkijkhutten. Dat kan je vinden, die zijn er speciaal voor. En dan kan je gewoon. Uh, 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 ook op vakantie toch? Ja. Is niet alleen in Nederland. Hè? Nee. Leuk. Ze zeggen wel respecteer de vogel. We vinden de vogel heel belangrijk. <laughs> dat, dat je respect geeft aan de vogel. En hoe doen we dat? De vogel voelt als je denkt hoe oh, die, heeft, die heeft geen respect Praat niet te hard. Ja. Zet je telefoon uit. Ja. Laat de hond staan. Oh, natuurlijk, ja. Um, en kom niet te dichtbij. Ja. En laat nesten met rust. En ze zeggen, ook nog gooi je geen afval in de natuur. Maar ja, daar ja, nee, de... sluit je hekken achter u. Dus als je... Als je uh... Want dat de vogel volgende... niet... <laughs> oh, staat de hek nou open? Ik voel het ergens. Tochter, staat er een hek open? <laughs> Nee, die snap ik niet helemaal. Nou is die maar die vogel toch ontsnapt. Ach, oh, de hek gestaan. Nee, Blijf op het pad. Ja? En uh, blijf weg van privéterreinen. Ja. Ik weet niet precies waar de vogelbescherming zich mee bemoeit. Nou, want dat ja. moet ik zelf weten. Ze nemen het een beetje breed. Ja. En dan heb ik nog een laatste afsluitende tip daarvoor, denk ik. Oh. Wat ik ook heb gevonden. Nee, hou een dagboek bij. Want als je het een beetje bijhoudt. Oh een dagboek bij. Nou, oh met die van vogeltjes hier ben <laughs> Ik ben zo depressief. <laughs> ik voelde me vandaag helemaal niet lekker, maar ik ging de natuur in en ik zag een vogeltje. Nou, dan is het weer goed. Ja, dan kan het inderdaad. Dan, ja. dan, dan is ben, ben, het ik moet Ik eerlijk zeggen, ik, wil, ik, ik ben echt de laatste die elke keer wil zeggen... oh, want had ik ook toen ik in... ja, dat vind ik altijd ingewikkeld. Maar toen ik in <laughs> Afrika was... Oh, daar zijn we weer. Ik wil het niet wel zeggen. Toen ik in Afrika was, dan kwam je in zo'n lodge en er was mm -hmm. echt... Nou, dat was het allerbelangrijkste wat je die dag gezien had. Dus dat, dat, er lagen ook van die boeken, die moest je opschrijven. Ik heb vandaag dit gezien, dat gezien. En dan ging iedereen een beetje opscheppen over wow. wat ze hebben gezien. Want je hebt ook met vogelspotten wel, dan komt de. Uh, Afrikaanse Chukjak die is dan. Uh, snap je, ja. niet alle vogels zijn natuurlijk geestelijk helemaal goed in orde. <laughs> dus dan komt er wel eens een vogel hier naartoe, die eigenlijk hier helemaal niet hoort. Snap je? Die is dan vliegen en die denkt. Oh, nou, dit herken ik in Hoezo ogen. Zo was iedereen nou, links. Ik, ik, vlieg gewoon door. <laughs> ja. ik vlieg gewoon door. Nou, die, die gaan Al die vogelspotters gaan dan op die geestelijke stoel de af. <laughs> en daar maken ze allemaal foto's van. Ja. Maar dan vinden ze, dan is het, dat vinden zij dan heel bijzonder. Terwijl ik dan denk. Hmm, een, leuk, een goede huismus die ook. echt zo. Ja, ik, ik, het hoeft voor mij niet zo bijzonder mogelijk te zijn. Okay. Snap je? Een flamingo met drie benen, zeg maar. Ik denk ja. Da, da, ja, het is leuk om er een foto van te zien. <laughs> maar ik hoef dat niet zelf. Snap nee, je? Die dus, met vier weer ook prima. Nee, dus je moet gewoon. <laughs> Dus uh, uh, hou het zeker in het begin ook. Het Ik houd je simpel. bij de simpele vogel. Als <laughs> je een hele ingewikkelde vogel ziet, nu je Hou het in het begin even gaan. op simpele vogels. Ja, ja, die er gewoon goeie. zijn en waar iedereen uh, die je herkent. Wat, wat ik altijd zo grappig vind, dat heel vaak mensen een borstje bijvoorbeeld zeggen: dat dat iemand is die je iets komt vertellen. Heb je dat nooit gehoord? Ja nee, wel. dat, ik, Jawel, dat wordt heel vaak. Ik heb het ook weer overal gelezen, natuurlijk. Nee, dieren, is ook geen enkele herkenning niet over... uit of mensen het hier herkennen, maar het is echt zo. Nou, oké, okay, dan ga ik er een persoonlijker verhaal van ja. maken. Toen Anthony overleed, ja. kwam er dus bij de ouders van Anthony constant een roodborstje. Ja. Die heeft er een week, maar die vloog naar binnen. Oh, die vloog serieus naar binnen. Die ging op tafel zitten. En ze hadden dat roodbosje nog nooit gezien. En die ging ook praten. Nee, oh, ging niet praten. Nee, hij ging niet praten. Maar dat was praten. toch wel wonderlijk. Maar die is op een gegeven moment dan. Ja, op een gegeven moment ging hij weg. Ja, wat had hij moeten doen? Moeten blijven nou, om hij te zijn. Met zijn snavel zo naar letters kunnen gaan <laughs> nee, en een, een nee. woord kunnen maken. <laughs> ja, dat had hij kunnen doen. Iets, al was maar één letter, de A. <laughs> Nee, maar ik bedoel... Nee, maar het is een fijne gedachte voor mensen. Nou ja, goed, dat vonden wij. Wij vonden het heel leuk en fijn ja, ja. dat dat roodborstje dan weer nee, kwam. Alles, met alle Aller respect. <laughs> nee maar even slokje. Nee, met alle respect natuurlijk. Maar ik, dat roodborstje is natuurlijk... Dat, daar moet je niet te veel in leggen in zo'n roodborstje. Nee, dat heb ik wel eens een keer verteld volgens mij. Dat mijn moeder en mijn tante die dachten dat, die, dat er een... Ik geloof dat het een kou was of zo. Dat dat mijn oma was. Want die zei van. Nou, ene woonde in Berkeley. Twee tante inwoonden in Berkeley. En de andere woonde in Ravenstein En dan hadden ze een raaf Weet ik wat. In Berkeley En dan zei Tante Cor. Zijde later raaf. Ravensstijn. Oh, nou zit hij hier. En dan dacht ze dat mijn oma. Zo tussen en Enschot. Op een heel vlieg was. En ook geen enkele reden verder. Ik vind het wel lief. Ja, nou ja, die vogel zat daar gewoon. Dat je denkt dat je het echt bent, zou je misschien wel iets meer kunnen kon, laten ja, zien. Of ja, een woord in, in het zand met je z'n zo kunnen maken. Of zo, hallo! Of, of op iemand zo poepen. Hier ben iets. ik weer. Met poep iets. kunnen Ik schrijven. ben het. Ja, ja. maar neem maar ook, ook iets, gewoon Ik, een ik ben het. Ja. ja, ik vind dat. Maar goed, dat is een beetje Wie out of jij? top. <laughs> maar, maar dat heeft ons nooit eerder tegengehouden. Ik vind, dat, ik vind altijd dat mensen die dood zijn en die terugkomen, altijd vrij simpel terugkomen. Ja. Die komen nooit met echt interessante verhalen. Die komen altijd. van... Oh, ik ben het, ja. ja, ja. En dan, snap je, kom iets. Kom, zeg de lotto-nummers van komend weekend. Of zeg je iets wat. Voorspellen een waar, iets, oorlog. Of wat of je iets, iets, iets aan hebt. Ja, ja. Maar meestal is het gewoon, ja, ik ben er. Ja, nou ja, ja prima. En toch denk ik dat heel veel mensen daar al heel erg blij mee zijn. Dat blijkt. Nee, zeker. En als ze het is bij een Medium een gaan, troost. zegt de Medium ook altijd... Ja, alles is goed. <laughs> ik heb nog nooit een Medium horen zeggen... Hij is nog steeds kwaad op jou. <laughs> als je boven komt, nou dan zwaait hij Heb ik nog nooit gehoord. Ja. <laughs> dus ik, ik vind het altijd fijn... <laughs> Spijt, het goed. Zo, weg mijn verhaal van het roodborstje. Nee, ik zet er een kruis doorheen. Nee, dat is een mooi verhaal. Dat een goed. Oh, daar zit hij dan zou je het. Kijk, dan zou je het. Als daar nou een roodborstje zat, bijvoorbeeld. Dan zou ik het zo. Hij zat er wel die hele tijd. Ja, was hij net aan het doen. Ja, en zo betikte en naar jou keek, zo met ogen rolde. Dan zou ik denken: oh ja, nou geloof ik het wel. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Want ik ga maar terug naar een ander verhaal: dat er dus miljoenen vogels hier komen overwinteren uit Siberië en Rusland. Denk ik altijd, waarom hier? Omdat hij minder zachter is. Ik begrijp oh, nou, het ja, Maar ik vind het wonderlijk dat ze met miljoenen naar Nederland komen. Hey, dit, het... dit is wel eventjes. Maar ik vind dit, we moeten wel even een piketpaaltje. Okay. Ja, nou, doe maar. Wat je zegt waarom en dan geef je meteen het antwoord zelf. Dus je vraagt het je eigenlijk niet af. Maar het is meer dat je denkt wonderlijk. Ik vind het wonderlijk. gewoon wonderlijk. Toen ja. ik het las, dacht ik: het is toch eigenlijk wonderlijk? Dat ga ik opschrijven, dacht <laughs> je. Dat is <laughs> wonderlijk. Ja. En weet je wat de meest voorkomende uh, beestjes zijn? Vogeltjes die hier naartoe komen: dat zijn de drie-teen-strandlopers. De drie ja, teen Want je had het net over drie pootjes. Ja, maar dat zou ik niet hebben. Die Dit zou, zijn drie teentjes. En die komen het meeste voor: de koperwiek, de smint, <laughs> de wintertaling. <laughs> grote, zaag, grote zaagbek. Ja, ik vind het allemaal wonderlijke maar vogelnamen. Die, maar die komen het meeste voor? Nonnetje, pijlstaart, Hallo, de kleine zaagbek. Ja, de rotgans, de klapekster en de blauwe kiekendief. Dat zijn de tien meest voorkomende eenden, uh, vogels, Eende. vogels die hier naartoe komen. Had je niet verwacht, hè? Die nou. komen ook alleen maar overwinteren. Dan gaan ze weer. In maart zijn ze weer, zeggen ze dag, we zijn Dat weer weg. Weg. Ja. Oké, okay, nee, dit, dit, ik, vind, ik vind het allemaal wonderlijke naam. Ik, ik zou die, als ik op straat tegenkom, zou ik niet herkennen. En als het zich voorstelt, zou je zou zeggen, nooit van gehoord. Loop maar door. <laughs> maar ik heb ook nooit geweten dat wij in de winter echt zoveel meer vogels hebben dan in de zomer. Ik heb ik me ook nooit gerealiseerd. Heb je het ook wel gerealiseerd. Maar nooit zo gevoeld dat je denkt, oh, wat is het nou eigenlijk rustig qua vogels? Of wat is het druk qua vogels? Ik dacht juist, als ik heel eerlijk ben, dat het oh. net andersom was. Dat juist in de winter het rustiger is. Met, want dan hoor ik ze ook minder ja, zingen. Dat is toch gek, hè? ja, nou ja apart, heel apart, ja, heel apart. Uh, jij zei net over vogels eng. Ik hou namelijk ook niet van vogels in een kooitje. <laughs> dat over vogels want alleen maar bezig waar we ook niet van houden. <laughs> maar uh, ik wou dus zeggen, ik vind het dus lastig dat het vogels zijn in een kooitje, want jij zegt ik vind het eng als ze dichterbij komen. Is dat door dat gefladder? Of wat is het? Nou, wat is on onberekenbaar? Ik heb ooit op een kamer gewoond in Amsterdam. En er was zo met zo'n schuifraam, wat je omhoog kan doen. Ja. En dan is er een overlappend gedeelte. Ja. En dat is oh. allebei kanten is dat glas. Oh. Daar was een vogel in. Tussen in bedoel je? Tussen gekropen. En, ik, en die kon er niet meer uit. Of in ieder geval niet zelfstandig uit. En elke keer als ik dat dichterbij was een heel klein musje of zo. Elke keer dat ik dichterbij kwam, kon ik zo die kop zien van het musje. En, en met die snavel zo. Klein musje, Niet zo groot, Ja, maar maken. Die, hij keek heel agressief. <laughs> dus ik durfde oh. niet met mijn hand als ze af te kunnen. Dus ik dacht, weet je wat, dan bel ik de dierambulance. zeg okay. gewoon, er zit hier een vogelklem en ik, ik, heb, ik heb het er niet zo op. En. Uh, <laughs> hij kijkt me niet Het is een roofvogel. Want hij keek echt. Het was een mus, maar hij had een heel groot ego. Dus ik. ik <laughs> Had ik al gezegd in die ambulance, ja? heel groot ego. Zegt hij, oh die ken ik. Zit hij nou bij jou? Ja. En, um, en toen uh, en, maar als je als je dus heel dichtbij kan komen en je ziet dat de hoofdje zo heeft het wel iets. Uh, uh, en hij was natuurlijk ook een beetje angstig dat ik dichtbij kwam. hij dacht jeetje wat een hoofd. Want ik, ik denk dat dit... dat het meer was. Nee, ik denk dat hij heel bang was. Dat was zo'n musje, toch zo'n kopie. Nee ja, het hoofdje ja. Ja. Maar zo Daar was je. Even... <laughs> Daar was je heel bang van. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dus en toen, toen, kwamen toen uh, ze ja we komen we komen en zo en toen kom ik terug in mijn kamer was hij eruit. Oh. Nou maar nou ja, toen moest gelukkig. ik dus tegen die ja, maar toen kwamen die mensen van de dierambulance. en toen moest ik dus gaan... Ja, nu groter dus toen heb ik de vogel wel een beetje aangericht. <laughs> heb ik de vogel wel een beetje aangezet, want anders leek het net of ik net alsof ik heel bang was van een heel kleine vogel. Dus toen. Um, maar ik, 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 ik ben dan sneller van het bellen van dieren als voor een vogel, omdat ik daar een beetje angstig voor ben. Ja. Terwijl met een, een ander dier zou ik het langer aankijken. Oké. Okay. Ja. Ik zag gisteren nog in de Albert Heijn... Heeft iemand waren ze bezig met een duif te redden? Die was naar binnen gevlogen. Oh ja, dat is echt heel lief. Waar ze echt zo helemaal bezig met een handdoek en ik dacht eerst, dan stond in, het stond buiten bij het raam met een doek. Dat ik dacht, wat doet hij daar nou? Oh. Maar ik denk later, dacht ik ook oh, dat hij niet denkt dat hij daar naartoe moet. Of oh, zo. natuurlijk. Zoals dus ja, ze zijn de andere kant ja, op. Dat wel lief als mensen zo dieren redden of de dierenambulance bellen, dat mag ook. Maar goed, samenvattend vind ik dat vogelspotten. Snap ik heel goed dat mensen vogelspotten. Om eventjes uit te checken, ja. ja. Omdat het zo... Um, omdat het rustgevend is als je in de natuur bent. En dan hoef je niet eens constant vogels te zien. Maar gewoon dat je ook... Uh, qua doel is het mooi. Dat je... Uh, uh, je hebt een doel. Bent. Dat ja. is leuk. Dat je, ja. En je, op een of andere manier word je ook een beetje één met die natuur. Met, 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 met die beesten, wat wel en, leuk hebben. En wat je net zei. Je kijkt even ergens anders naar. Je kijkt ja. omhoog. Wat heel veel mensen niet doen. Ja. En daar kan je nog wel eens verrast worden. De, 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 en, en, en ik vind het mooi dat dat inderdaad terug in, dat toch een levensles is. Ja, verder kijken. Verder kijken. Dan je neusje lang is. Nee. nee. Jammer. Ja. Nee, nee, want het gaat juist om. Ja. Ik ga sowieso de grongen erbij pakken. Ja. Vogels Heb je het ooit gedaan? Nee. Heb je ooit met de vogeltelling meegedaan? Nee. Jij wel? Nee, ik ook niet. Maar oh. nee, nee, nee. dat was echt een. een ik blik ik naar nee, mij nee. van. Hoe kan je dat nee, nee, nou nee. nooit ruimen? Hoe nee. kan je nou dat stukje, dat kleine stukje meedoen nee. aan, de, aan de maatschappelijke? Ja. Nee, heb ik niet gedaan, maar jij dus ook niet. Nee, ik ook niet. Maar het lijkt mij ook zo moeilijk omdat je denkt: had ik deze muur ja, nou al gezien? Dus of had ik? Ja. Eigenlijk moet je ze allemaal neer schieten, naar elkaar oh. leggen en dan tellen. Nee, maar ik bedoel, anders nee. weet je niet of je, of je die al een keer hebt gehad. Nee. Dan weet je of vangen. Maar ik bedoel, dan, dan weet je van, oh, zoveel zaten ja, er. Ja, maar dan is het heel goed dat jij het niet doet. Nee, dus doe jij nee, maar, nee, niet nee. Mee. maar dat zou ik niet doen. Nee. Want ik ben echt wel een dierenvriend. Namelijk. Ja, nee, dat merken ja. we. Um, dus uh, 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 vogelspotten. Hoeveel? Ik Geef. 3,5 gong. Oh. 3,5 gong eigenlijk. Dus 3,5 gong ben je uitgecheckt als je gaat vogelspotten? Ja, tot nu toe. Maar ik heb nu wel weer heel veel geleerd. Dus ik denk dat ik in de toekomst meer ga doen. Maar ja, dat is leuk. Want dan oh, heb ik, is je, leuk. ik heb er heel <laughs> veel van geleerd. Oh, al. precies, ja. Dus ik, heb, ik, ik kijk er naar uit. Dus dan wordt je hebt het nog zet... niet verinderd? Nee. nee. Dus ik moet precies. eerlijk zijn, het is nu 3,5. Ja, 3,5. Ja, Mooi. Bijna <laughs> aan mijn oren. Ik. Ik doe drie gewoon. Oké. Okay. Omdat. Um, het lijkt me best eigenlijk heel uh, leuk om ja, daarmee ja. uit te checken. Omdat het dat wel een, 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 een drie sterren uitchecken is. Maar. Ik heb het nog nooit gedaan. Nee. En. Um, ik word altijd een beetje misselijk ook als ik gewoon verrekijker kijk. kijk. <laughs> oh! Ja, daar hebben we het makkelijk. eigenlijk leuk over gehad. Nee. Maar dat is, dan zit ik zo te kijken en dan. Dan mis je het perspectief een beetje van eromheen. Nou, dan, dan voel ik het ontbijt weer opkomen. Dus het, ik moet altijd een beetje. Dus is drie eigenlijk best veel. Ja, maar goed. Ik, 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 maar Want ik toch... wilde net voorstellen, zullen we het samen een keer gaan doen? Maar dat is dan wel de moeilijke. Of dan ga ik door die verrekijker. Ja, en dan, dan hou je hem al op zijn plek en dan kijk ik. Ja. Nou, wat ik niet kan ah, is. Ook, oh, dat, en dan zo. Is, ja. Oh ja, daar zit hij. Dat ja. is moeilijk. Als al ik al er meteen overvallen. ben, ja, ja. Dan, ben ik okay. al, dan is het ontbijt. Maar nou, voor nu al, dan drie. Ja, dat was hem. Dat was hem weer. Dit was hem weer. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Check. Allemaal. Deze Linda-podcast werd mede mogelijk gemaakt door Parks.